Papa Wout is het inmiddels. Ja, klopt. Hoe is het? Ja, goed. Goed. Hoe is het met de kleine? Ja, gaat heel goed. Slaapt prima door. Ik ben nog wel even wakker in de nacht, maar nee, gaat eigenlijk heel goed. Slaap jij ook nog? Of? Jawel. Jawel, je bent tussendoor iets meer wakker, maar als je ook eerder naar bed gaat, dan haal je het wel weer in. Dus nee, ze doet hartstikke goed. Slaapt goed, eet goed, helpt ook goed. Dus gaat prima. Hoe zijn de afgelopen tijden voor jou geweest? Ja, frustrerend natuurlijk, omdat je twee blessures eigenlijk een beetje achter elkaar krijgt. En doordat je te vroeg bent begonnen tegen Groningen eigenlijk, daardoor een extra schade opgelopen in mijn hamstring. En dan moet je eigenlijk wat voorzichtiger doen dan je eigenlijk wil in die revalidatie. Ja, daardoor duurt het allemaal wat langer. Dat is frustrerend, zeker als je er gewoon lekker is in dit seizoen. Maar ja, het is zoals het is. In jouw kennende wil je ook altijd wel gelijk weer. Jazeker, dat is ook de valkuil geweest tegen Groningen, denk ik. Ik wilde gewoon heel graag meedoen, al was het maar een kwartier. Die week daarvoor verloren van Ajax in de laatste paar minuten. Ik denk, als ik een paar minuten mee kan doen, dan kan ik in ieder geval de jongens nog helpen. Ja, dat is wel gelukt tegen Groningen, alleen ja, wel ten koste van mijn eigen hamstring. En dat wilden we nu natuurlijk voorkomen. Hoe is het nu met je? Ja, goed. Ik heb nu sinds deze week met de groep meegedaan. In het begin van de week wel gedeeltes nog eruit gebleven. Maar de laatste twee dagen alles meegedaan. Dus ja, ik ben weer op de weg terug. Je was helaas niet de enige met een blessure. Mm-hmm. Heb je nog wat samengetraind met wat jongens? Ja, met Jaden heb ik een paar weken samen getraind. Die had ook hamstringklachten, dus dat liep mooi een beetje evenredig. Alleen hij was wat sneller terug. Ja, met Vaslav heb ik niet samen getraind uiteraard. Die heeft zo'n zware blessure dat die extern is gegaan. Dus nee, ik heb vooral veel alleen getraind. En morgen weer bij de selectie? Ja, morgen weer bij de selectie. Dus eindelijk weer. Minuutjes? Nou, daar moeten we het nog even over hebben. Ja, voor mij kan het, maar het is de vorige keer natuurlijk fout gegaan in Groningen. Dat ik te snel weer mee heb gedaan. Dus we moeten nu even een beetje een middenweg vinden. Dus ik moet nog even met de fysio's en de trainer praten. Dan even naar de tegenstander van morgen, Willem II. Wat verwacht je van hun? De vorige keer wonnen jullie vrij makkelijk daar. Ja, maar dit is een hele andere situatie. Hoe zij de ranglijst staan. Ja, dat is gewoon totaal anders. Zij vechten voor lijfsbehoud. Dat is een totaal andere beleving van een wedstrijd dan als je in het begin van het seizoen, tenminste ik denk dat de Willem II daar dacht, gewoon weer redelijk middenmoot misschien wel richting subtop kan spelen. Daar ze vorig jaar zo'n goed seizoen hadden gedraaid. Dus ja, die zullen met de mes tussen de tanden spelen en volle bak gaan. Duels gaan uitvechten. Ja, daar een andere wedstrijd van maken dan vorige keer, denk ik. Top, dankjewel, succes. Yes.